Ik zit hier met Aart Veldman uit Wezep, gezellig aan de koffie. Ja. U ziet hier een stapel boeken voor ons. En eigenlijk ben ik hier gekomen om met jou over je nieuwste boek, De Weg naar Nergens. Een roman. Maar je hebt een hele stapel boeken. Kun je vertellen wanneer jij begonnen bent met schrijven? Nou, dat is al een hele tijd terug. Dat begin 80 was. Toen heb ik het eerste boek geschreven. Ja, het was meer een platenboek. Met wat fotootjes van oude situatie en nieuwe situatie. Dus ik kan een heleboel oude foto's. Ik denk, ja, daar moet toch iets mee doen. Dus daar heb ik bij elkaar gezocht. En de plek waar die foto gemaakt was, in rond 1900. En toen ben ik de plek weer op gaan zoeken. En toen weer de foto gemaakt. Ja, maar je bent eerst begonnen eigenlijk met meer fotoboeken. Ja. En op een gegeven moment ben je zelf gaan schrijven, 6 boeken toen? Ja, nou, ik heb daartussendoor natuurlijk met diverse schrijvers heb ik gewerkt. Met Ted Morren ben ik eigenlijk begonnen met de eerste boeken over mijn kant aan mensen op de Veluwe. En toen kwamen er steeds meer mensen aan me trekken. Die zeiden, kun je voor mij de foto's maken? Ik heb hier een boek of ik wil iets doen. Nou, een van de boeken waar ik dus mijn foto's voor gemaakt heb, dat was een orgelboek. En je hebt geen idee van wat achter dat, die pijpen van die orgels, wat daar achter zit. Aan kleine pijpjes. Dus Maarten Seibel, die legde me dat allemaal uit. Maar dan heb je dus de orgelboek geschreven. Je hebt ook markante figuren zoals Klaasien uit Zalk, Kluisje uit Zalk, hè, zo op zijn dialect. Ja. Wat heb je daarmee geschreven? Nou, daar hebben we hebben samen geloof ik 6 boeken gemaakt. 6? En ik kan me dan zo goed herinneren dat ik ontmoette haar toen bij... Ze kreeg een onderscheiding van Vogel. Toen zat ik bij haar aan tafel en toen zei ik tegen haar van... kunnen we niet samen een boek maken? Toen zei ze, wat boek? Want Klaasien die was soms zo benullig als wat. 2 dagen later belde ze. Toen zei ze, ik heb het voorwoord klaar voor een boek. Voorwoord voor een boek, dus ik ga er naartoe. Ik zei, ja, het is allemaal wel prima, maar we moeten wel een uitgever hebben. Oh, zei de zorg ik wel even voor. Dus ze pakte de telefoon, bel naar Kok. En ze kende daar natuurlijk al, want ze was in de stal van Kok. Ze had al wat boeken gemaakt. Dus ze kreeg de telefonist aan de telefoon. Ja, ik wil graag Enderdijk. En dat was de president-directeur. Ja, mevrouw, dit... Mondje dicht. Ja. Nou, dan kreeg ze Enderdijk aan de telefoon. Die zei, nou begin maar. En dan kwam, geloof ik, een paar weken later kom ik bij haar. Ze had inmiddels al een foldertje gemaakt bij Kok. Ze zei, er zijn er 20.000 boeken verkocht. En we hadden nog niks gedaan. Oh. Helemaal niks. Maar nu, ja, dan pak ik hem er even bij. De Weg naar Nergens, een roman. Ja. Is Aart Veldman romantisch? Nou, dat weet ik eigenlijk niet of ik romantisch ben. Maar ik kan me eigenlijk wel inbeelden hoe het... Er is een verhaal over een jongen dan, Bart, dat is nogal iemand die graag met alle meiden op pad gaat. En op een gegeven moment had hij er 3. En dan dacht hij, ja, wat moet ik er nou eigenlijk mee? Ik heb er 3, ja. Ja. En welke moet ik nou eigenlijk kiezen? En nou... Kreeg hij dus, hij groeide op in een armoedig gezin. Hij mocht niet doorleren, want er was geen geld voor. Toen kwam hij dus op een fabriek terecht, met een magazijn met sportspullen. En dan zat hij steeds met zijn gedachten, als ik nog later een sportinstructeur wou, weet je wel, gewoon aan dit en dat. En toen leerde hij een meisje kennen. En die twee werden smoor verliefd op elkaar. Maar wat was het probleem? Dat meisje was Rooms-Katholiek. En Bart was? En Bart was Nederlands gevormd. Ja. Dus dat ging helemaal niet goed. Dus op een gegeven moment toen komt hij thuis en zei... Ja, ik heb een meisje leren kennen uit de grote stad. En dat was helemaal wat. Als je op het platteland kwam en je had het over de grote stad... Dat waren het allemaal zondaars en mensen die nog naar God nog gebod luisterden. Nou, die vader zei, dat is niks. Dat,
Daar ben ik niet voor. Op een gegeven moment komt een meisje naar het dorp toe. Ook nog op een zondag. Maar Bart, die moest naar de kerk. Daar kun je wel nagaan. Ja, ja. Toen zei de vader van, ja, hoe moet dat nou? Ja. Hij zijn vader smeken nakijken van, ja, maar mag ik dan niet thuis blijven? Nee, je gaat naar de kerk. Van, hoe moet ik dan nou verantwoorden? Hoe kom jij in inspiratie voor deze roman? Want het is een heel romantisch verhaal. Ja, hoe kom ik er eigenlijk aan? Misschien dat ik toch wel een klein beetje romantisch ben. Ja, dat moet wel, anders kun je geen roman schrijven. Ja. Al met al, hoe lang heb je over het boek gedaan? Voordat hij zo mooi... Nou, dat een hele tijd hoor. Want iedere keer dan ga je er weer even aan. En dan ga je er weer, en dan op een gegeven moment dan zit je en dan heb je ook helemaal niks. Dan kom je niet verder. Nou, dan gooi ik hem aan de kant. En dan pak ik het verhaal weer op. De titel, Aard, daar hebben we het nog niet over gehad. De weg naar nergens. Ja, nou, het is eigenlijk zo. Degene die er overal speelt, die komt steeds weer op een punt. Dan denkt hij, ja, het is eigenlijk niks. Ik ben er wel mee bezig, maar iedere keer dan zegt even tegen zichzelf van... Je zit geen einde aan. Dus het boek dat eindigt ook in iets wat... Maar eigenlijk... Het is niet eigenlijk... Ik zou zeggen van... Het boek is niet af. Maar dat komt omdat die weg dus nergens eindigt. Een soort open einde? Er zit gewoon een... Ja. Dus je zou... Volg. Je zou een tweede deel ervan kunnen schrijven. Als het moet. Waar is het boek te krijgen, Aard? Het gaat via internet. Maar ik vind het wel leuk om het in de boekhandel te hebben. Ja. Dus het kan best zijn dat ik binnenkort dat ik zeg, nou, ik ga het boek ergens presenteren of zo. Ja, want het is nu nog nergens te koop, nu? Nee, nou, ze kunnen via internet kunnen ze het wel bestellen. Ja, de website van mij, kunnen ze ook bestellen. Ja, dus, ja dus gewoon, daar heb ik mijn verhaaltje gelezen. Het is gewoon www.aardveldman.net. Is dat, wil je dat echt, dat het heel goed verkocht wordt, dat het echt voor je inkomsten is? Of zeg je van, nee, ik schrijf puur voor mijn plezier? Nee. Wat ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik ben er echt mee bezig. Maar geld verdien je daar niet mee. Dat kun je wel. Je moet, stel nou dat ik zo'n boek onder eigen beheer zou doen. Ja. Dan laat ik er, zeg maar 400, dat is weinig hoor, 400 drukken. Dan moet je van die 400 boeken, dan moet je er 300 verkocht hebben. En dan kun je van de laatste 100, dan kun je dan 2-3 euro beuren. Nou, oh ja, dat is dan het risico wat ik dan neem. Ja. Maar verdienen doe je daar echt niks mee. Het is gewoon leuk om te doen. En ja, het is misschien ook wel een beetje, laat me eerlijk zijn, een beetje ijdel. Je wilt natuurlijk wel hebben dat zoveel mogelijk mensen het boek van Aard Veldman lezen. Ja, bewijzen van. Ja, natuurlijk.